Ja, laat je niet afschrikken van dit schilderijtje van Jeroen Krabbé dat op dit etiket. Jeroen Krabbé heeft een schilderij voor stroomopwaarts gemaakt. Nou, ik ken toevallig ook de schilderijen van zijn zoon Jasper Krabbé. Die vind ik dan beduidend interessanter. Maar goed, Jeroen Krabbé heeft een van zijn kunstwerken ter beschikking gesteld om op dit etiket te zetten. En dan, als dat het geval is, als bekende Nederlanders zich lenen aan een wijn, dan is er meestal sprake van een goed doel. Nou, gelukkig is de wijn ook nog in orde, daar kom ik zo wel even terug. Maar dit goede doel is in dit geval een gedeelte van de opbrengst gaat naar een stichting die zich inzet voor een wereld waarin alle ouderen met hun familie en gemeenschap armoedevrij, gezond, veilig en een sociaal leven kunnen leiden. Dus ook Jeroen Krabbé, daar is dan inmiddels voor gezorgd. Nou, is er in zo'n druk bestaan waar je dat allemaal dan moet doen ook nog ruimte voor een goed glas rood? Want ja, ouderdom is mooi, maar je moet er wel iets te drinken bij hebben. Zo schijnt dan weer een andere bekende Nederlander, namelijk Willem Kloos, ooit te hebben gezegd. Nou, je kunt rustig in deze stroom opwaarts storten. Dat is een blend van Shiraz, Mourvèdre en, heel spannend, een beetje van de witte druif, de Viognier. Want dat is gewoon een hele lekkere wijn. Met stevig wat zongebruind rood en donker fruit en wat Zuid-Afrika geuren. Stroomopwaarts en richting een van de wijnspeciaalzaken van Le Généreux. Want die verkopen.